Nadat president Sukarno des avonds het kiescollege had doen weten dat hij zijn benoeming tot president van de Republiek Indonesia Serikat zou aanvaarden, kwamen de volgende morgen vele genodigden bijeen in de City Hinggil, de historische kroningszaal in de Kraton, om aanwezig te zijn bij de plechtige beëdiging. Onder hen bevond zich ook de Paku Alam van Jogja. Verder waren aanwezig mevrouw Sukarno en mevrouw Hatta. Ook de sultan van Jogja was in afwachting van de komst van de president. Evenals de Susuhunan van Solo. Intussen werd van het paleis van de president de historische vlag, die bij de proclamatie van de onafhankelijkheid in 1945 had gewapperd, naar de City Hinggil overgebracht. Een militair escorte begeleidde de vlag. In de City Hinggil werd het dundoek met officieel eerbetoon binnengedragen. Enige ogenblikken later verkondigde luid trompetgeschal de komst van de president. Nadat de president door de verschillende autoriteiten was begroet, nam hij plaats tussen de leden van het kiescollege. Daarna deelde meester Roem mede dat de beëdiging van de president een aanvang zou nemen. Upacara pelantikan presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Sukarno, dimulai. Staande hoorden de aanwezigen daarna het Indonesia Raya aan. Guru van de Kraton zegde hierna een gebed waarin de zegen van de Almachtige werd afgesmeekt voor land en volk van Indonesië. Ingenieur Sukarno betrad daarna het podium waarop de plechtigheid zou geschieden en verklaarde zich bereid de eed af te leggen naar islamitisch gebruik. Saya siap mengangkat sumpah dengan cara Islam, yaitu agama yang saya peluk. Daarna legde de president de eed af in handen van meester Dr. Kusuma Atmaja, president van het Republikeinse Hoge Rechtshof. De president sprak meester Dr. Kusuma Atmaja de tekst na van artikel 71 van de voorlopige grondwet van de Republiek Indonesia Serikat, waarin de presidentiële eed is vastgelegd. Saya bersumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi presiden Republik Indonesia Serikat, menjadi presiden Republik Indonesia Serikat langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dengan dalih atau dengan dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan. In de uitgebreide eedsformule sprak president Sukarno onder meer de volgende woorden: ik zweer dat ik, om gekozen te worden tot president van de Republiek Indonesia Serikat, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwensel ook, aan iemand, wie het ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog geven zal. Akan menunjukkan kesejahteraan Republiek Indonesia Serikat. Ik zweer dat ik het welzijn van de Republiek Indonesia Serikat naar mijn vermogen zal bevorderen
en dat ik de algemene en bijzondere vrijheden en rechten van alle inwoners van de staat zal beschermen en handhaven. Umum dan khusus. Umum dan khusus. Sekalian penduduk negara. Sekalian penduduk negara. Ik zweer trouw aan de constitutie. Voorts dat ik alle voor de Republiek Indonesië Serikat geldende regelingen steeds zal onderhouden. Dat ik land, volk en staat getrouwelijk zal dienen. En dat ik alle plichten welke het ambt van president van de Republiek Indonesië Serikat mij oplegt, getrouw zal vervullen zoals een goed staatshoofd betaamt. Sebagai sepantasnya, sebagai kepala negara yang baik. Sebagai kepala negara yang baik. Hiermede was deze historische handeling ten einde en kon meester Kusuma Atmaja als eerste het nieuwe staatshoofd geluk wensen. Sebagai presiden pertama dari Republiek Indonesia. President Sukarno zette zich niet meer bij de leden van het kiescollege, maar nam nu de plaats in op de presidentiële zetel. Kort daarna verhief hij zich weer voor het uitspreken van zijn eerste rede als president van de Republiek Indonesië Serikat. Dan, nyonya-nyonya sekalian, saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Het woord richtende tot de aanwezigen en tot het gehele volk van Indonesië, sprak de president zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen. Uitvoerig ging hij vervolgens in op de strekking van de door hem zojuist afgelegde eed en de betekenis daarvan bij het bepalen van de richtlijnen die aan zijn toekomstig beleid ten grondslag zullen liggen. President Sukarno wees er vervolgens op dat hij door zijn benoeming niet de heerser is van het land, maar veel eer de dienaar. Derhalve heb ik plechtig gezworen aldus de president mijn land en volk te zullen dienen. Yang menjadi dasar mutlak daripada pemerintahan, terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian, maka saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. De president deed ten slotte een beroep op het volk om betekenis en inhoud te geven aan de onafhankelijkheid van Indonesië en eensgezind het einddoel te bereiken. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang maha esa, sebagai orang yang beragama. Direct na afloop van de rede van de president werd de vlag wederom onder militair geleide naar het paleis teruggebracht. Voorafgegaan door de kadetten van de militaire academie in Jokja, begaven de hoge autoriteiten en genodigden zich naar het voorerf van de City Hinggil om een defilé gade te slaan van de TNI. In stramme paradepas marcheerden de onderdelen van de Weermacht langs hun nationale leider. Thank you.
Een ogenblik van grote betekenis in de geschiedenis van de Republiek Indonesië Serikat was hiermee ten einde.